Rotterdam bonkt, stampt, kraakt en straalt. Waar wereldse architectuur wortel schiet, is het cultureel en culinair genieten. De stad aan de Maas loopt over van bruisend uitgaansleven. En enthousiaste plannenmakers brengen de ene mooie plek na de andere tot leven. Alleen het gedroomde wijnproeflokaal in het centrum van de stad, dat ontbreekt nog. Maar die droom, mijn droom en die van hun, gaan wij in vervulling brengen. Dit is mijn crowdfundingsfilm voor proeflokaal Proef bij Platenburg. Julien Platenburg is de vierde generatie wijnliefhebbers uit het wijnkopersgeslacht Platenburg. Hij nam het wijnstokje over van zijn ouders en houdt de eer van deze hofleverancier hoog. Mensen weten gelukkig na al die jaren nog steeds waar ze moeten zijn voor kwaliteit. En het allerleukste is hen de weg te wijzen met hun eigen smaak als kompas. Wie Platenburg kent, weet dat de wijnkoperij meer is dan een winkel. Wijn uitkiezen is een leuk sociaal proces. Wijn is beleving. In een wijnwinkel heb je niet altijd tijd voor iedereen. Lekker even plaats nemen, meerdere wijnen proeven, iets lekkers erbij. Bijna dagelijks krijgen Julien en zijn collega's de vraag of zij ook leuke wijncursussen geven of gezellige wijnproeverijen. Maar natuurlijk, we willen niets liever dan dat. De tijd nemen voor onze klanten om ze de wijnen te laten proeven en ze meer te vertellen over de achtergrondverhalen van de wijn. Een leuk idee om als vriendengroep te doen of bijvoorbeeld als bedrijfsuitje. Toen de ruimte naast de wijnkoperij vrij kwam, hoefde Julien niet lang na te denken om zijn lang gekoesterde droomplan de kans te geven. We zijn al volop bezig met voorbereidingen en ik kan jullie al een indruk geven van hoe het gaat worden. Je moet er nog een beetje doorheen kijken, maar dit is echt de perfecte kans voor een heerlijk proeflokaal dat Rotterdam nog mist. Direct naast onze wijnwinkel openen we Proef. Hier zullen we naast proeverijen en cursussen ook masterclasses verzorgen. Op afspraak of gewoon lekker binnenlopen als je zin hebt in een kleine proeverij. Het ziet er echt te gek uit, hè? Ja, Julien. Maar het is nog niet zover, hè? Nee, maar ik zie het wel helemaal voor me. Onze sommelier zal altijd iets vinden wat bij jouw smaakprofiel past. Nu kunnen we eindelijk de wijnen laten proeven die we in onze winkel hebben liggen. Heb je er ook al zin in? Dan zou ik het te gek vinden als je met mij mee investeert. Wil je meer informatie over Proef of weten hoe we samen deze droom tot werkelijkheid kunnen brengen? Ga dan voor meer informatie naar crowdaboutnow.nl/proefbijplatenburg.